zijn er weer. Kwaliteitje, extra lage prijzen. Bijen, lekker, lekker. Daar kun je ook niemand opzoeken die ze allemaal op een rijtje heeft. Ze hebben allemaal alle tickets. Dat zijn allemaal mensen die normaal voor een baas zouden nog een jaar klaar houden. Je wordt getrokken op een of andere. Het is net een dominee, je kunt er niet van leren. Het is een roeping. Ja. Ja, precies. Ja. I can't stop shaking. The room has a groove and the floor is almost earthquaking. Een tik? Dat is wel bijzonder hoor. Daar wil ik meer van weten. Nou ja, ze staan extreem vroeg op, die marktmensen. We stappen om 1:30 op, 's nachts. Robert, broodverkoper van bakkerij Het Stoepje in Spakenburg. 5:00 en dan ben ik ongeveer om 6:45 ben ik thuis. Krijg je dan wel genoeg slaap? Nee, maar ja, dat moet je er wel over hebben. Als je vroeg in bed gaat, dan valt de keuze mee. Moet je wachten. Robert en zijn vader, met wie hij de kraam samen doet, bekleden onbetwist de eerste plaats in het early bird klassement van de Deventer Brinkmarkt. De anderen volgen allemaal op eerbiedwaardige afstand. Kwart voor vijf ga ik van bed af. Kwart voor vijf. Kwart over vier, zoiets. Mijn man gaat vanmorgen kwart over vijf. Van alles is het half acht. Ik 5:00. Nee, 4:45. Dat is Willem. Hij verbouwt groenten en fruit aan de overkant van de rivier. Samen met zijn vrouw Karin. Wat zei je? Nou ja, in de zomer hebben we, nou ja, de meeste dingen hebben we zelf. De boontjes, snijboon, slaboon. Zo'n bloemkool, ontijvie. Marcel, die peterselie. Lekker vers en goedkoop, maar een tik. In Deventer is hij trouwens de laatste groenteman die nog zelf teelt en met een trekker naar de markt toe gaat. Tot afgelopen winter was dat nog met een aanhanger, waarop hij zijn waren afgedekt met kleden tegen de vorst vervoerde. En bouwde hij helemaal zelf zijn kraam op. Maar op 1 mei kwam hij ineens met een heuse verkoopwagen de Brink oprijden. Het langdurige kraam opbouwen was daarmee wel ten einde, maar van een leien dakje ging het de eerste keren nog helemaal niet. Nou ja, de nieuwe wagen is gewoon een stuk groter dan zijn vroegere kraam. En de luifels, die steken helemaal een eind uit. Daarom probeerde Willem eerst met een touwtje voor de lengte en een stokje voor de breedte hoe de kraam moest staan. En toen ging hij rangeren. Uiteindelijk kwam collega Nijboer, van wie hij hem kocht, hem te hulp. Je hebt er ook rijbewijs. Tja, het is even wennen. Maar ze helpen elkaar. En ik zie nog geen tik om me echt zorgen over te maken bij die marktmensen. Maar waarover dan wel? Wilco klonk toch wat verontrustend. Oh ja, de winter. Toen was er van alles los. Toen iedereen thuis bleef bij de open haard, gingen zij naar de markt om wat te verkopen. Het is nu -4, meneer. Maar er kwam bijna niemand. Toen kwam het voorjaar. Willem ging ploegen, de natuur ontwaakte en in het diepste geheim, in een kas achter hun huis, produceerden Ronald en zijn vader Henny plantjes. Naar de markt toe, s'nachts om 4:00 weg. Ja, maar 2 bakfietsen en dan waren ze s'avonds om 7:00 waren ze terug.
Ja, maar ze verkochten onderweg ook al. Zo doen de bodems al de klanten kringen op, richting markt. In 2012, dat bestaat 70 jaar. Toch wel gezellig, hè, zo'n familiebedrijf. Komt veel voor op de markt, hoor. Het is allemaal familie die bij me werkt. Mijn zoon werkte, mijn twee dochters, mijn schoondochter. We bezoeken het eerste personeelzoekje in de familie. En daar ga je pas verder uitzoeken. Dat geldt voor de andere visbedrijven uit Spakenburg ook. Dat is door mijn man gekomen. Die zijn vader ging vroeger met de bakfiets hier naar Deventer, onvoorstelbaar voor ons. Nou, toen kreeg ik een verkering. Toen ben ik in de vis beland. Toen na het overlijden van mijn man, voor 2,5 jaar terug, is mijn dochter natuurlijk in de plek van mijn man gekomen, want alleen kan ik het niet. En daar heb ik heel veel steun en hulp aan natuurlijk. En heb ik soms ook nog een dochter die meehelpt. Tja, dat lijkt me wel een tik, al die familie in teelt. Daar kan je bij een baas toch niet mee aankomen? En het gaat nog verder, ja, hoor. Het is in principe één grote familie. Maar het is net één grote familie. En je ziet elkaar, je maakt een babbeltje. Je bespreekt het leven met elkaar. Gezondheid, dat is onze burgemeester, Andries Heidema. Gealarmeerd door de beelden van de winterfilm, komt hij nu een kijkje nemen en wordt daarbij vergezeld door Johan van Tongeren, de vroegere kramenbouwer. Even kennis maken. Andries Heidema, burgemeester van Deventer. En geheel onverwacht wordt ook hij deelgenoot gemaakt van de familiegeheimen van de markt. Hallo, dag. Dat is Evelien. Ik ben Andries. Dag. Gewoon lekker onder dak. Geen ontberingen met winter, want dan sta je toch wel in kou te leien, lijkt me. Het is elke week weer anders. Ja. Ja, en je hebt gewoon, het is familie. Het is gewoon je familie. Ja. Niet alleen hier in de kraam, maar je bedoelt ook de mensen om je heen. De mensen die komen. Ja. De klanten. Ja. Je hebt een praatje, je weet bepaalde dingen van mensen. Het is gewoon zo vrij leven. Ja. En dat zou je niet meer kwijt willen. Nee. Ze moeten mij niet op een kantoor zetten. Nee. Nee. Ook niet in een viswinkel, vast ergens. Nee. Nee, hebben we ook een poosje gehad op Keizerslanden. Maar dat, Soms komen de mensen alleen maar voor een babbeltje. Dus nog helemaal niet om een appel te halen of een stukje kaas. Of... Want ik heb ook ooit eens iemand aan het werk gehad. En die is nu een heel groot projectontwikkelaar. En dat deed hij puur voor dat hij in de zomervakantie met me mee naar de markt ging. Om mensenkennis op te doen. Dat op de markt de meeste mensenkennis opgedaan is. Nee, kom op tv! Tja, maar wordt er dan nog wel gewerkt op de markt? Laten we eens kijken bij de firma Salma. Bijzonder, dit is echt bijzonder, hè? Ja. Het is echt van deze tijd nog. Is dat je vader? Nee, is mijn oom. Het is de jongste neefje ben ik. Om 6:30 komt de auto van de firma Salman met de manschaft aan. De Salmanschaft. En laten we eens kijken hoe die zich van hun taak kwijten. Is klaar in nauwelijks een uur tijd. En de eerste klant dient zich reeds aan. Van je familie moet je het hebben. 52 weken in jaar, ook met moederdag. We hebben nog even. Doe pijn, hoor. Ja. Dat is eigenlijk een beetje te duur. Maar ja, dat doen we zo sterven duur vanwege de kou en de moederdag. Maar het is te duur, is niet te koop. Dat noemen ze beroepstrots. Misschien ook wel een tik die marktkooplui eigen is? Lekker stevig. Ik heb speciale Duitse klappen, die komen erop af. Maar met een goede zware clip erop en een lekker stevige elastiek. Er zijn er niet zoveel die er hebben. Ik heb al die winkels afgelopen, die vinden ze ergens. En ik heb ze wel. Ik ga heel Europa af. Ik zoek het overal weg. Ik ga naar Duitsland, ik ga naar Italië, ik ga naar Zwitserland. En zo probeer ik de hele spul een beetje in stand te houden en bijzondere dingen te hebben. Pak je zakken, kan je overal komen.
Maar eigenlijk doen alle kopleiders wel zo'n beetje. Als kan je niet blijven bestaan natuurlijk. Kijk, dan moet je Ramzoen. Doet rechtstreeks zaken in India. Niemand die het gelooft, maar dat is wel zo hoor. Die heeft ook bijzondere dingen bij zich. De smaak is uniek, blijft uniek. Ja? Heb je zelf gemaakt? Ja. Al jarenlang, 17 jaar lang. Ik heb al 17 jaar zelf gemaakt. De spits. Eigen product. Het allermooiste is als je voor alle prijscategorieën wat hebt. Om dat dan te krijgen, dat is een uitdaging. En als ik x-maandag, zou ik maar zeggen, dan ik nog wel eens overal heen een beetje handel opzoeken. En als je dan weer komt en je vrachtwagen zit vol weer met een leuk stukje handel, dat geeft een kick. Yes! Ja, dat is mooi. Klinkt goed, ambitieus, dat zijn ze zeker. En trots op hun werk ook. Ze houden van hun klanten en werken efficiënt en ook nog perfect samen. En ondertussen is het gewoon gezellig. Ja, je kraamt hem bijna de lucht in. Elke baas zou zich toch zulke werknemers wensen. Wat is dan die tik waar Wilco het over had en die ze zo volkomen ongeschikt voor een baas maakt? Ja, ik heb vergelijksmateriaal, want ik heb 3 jaar een flyerwinkel gerund. En nou goed, dan op een gegeven moment heb je een hele vaste klantenkring. Ja. Maar je kunt niet uit die winkel weg. Nee. En als het slecht weer is, hoef ik bijvoorbeeld niet naar de markt, tenzij ik een vaste markt heb. Ja. En in een winkel zit je gewoon vast. En op een gegeven moment, je mogelijkheden zijn beperkt. En op de markt, ja goed, je kan door heel Nederland rijden. Bij wijze van kan je naar het buitenland toe om markten te zoeken. Dus het is veel vrijer eigenlijk. Veel vrijer. Get that needle in the core, scratch that back and give me more. You know that... Ja, gewoon de vrijheid wat ik heb. Back it up and do it again. Je hebt gewoon de vrijheid, je werkt veel onder de mensen. Ik ben echt een vrij mens op aarde om je werk te doen, hè? Ja, je verkoopt, je bakt, je maakt vis schoon. Dus je bent niet als op een fabriek op één punt. En dat is het mooie van het merkleven. Maar die vrijheid moeten we aankennen. Er zijn er ook zaten in die denken die vrijheid, dat ze er zijn. Maar als je die vrijheid niet aankent, dan gaat het hier ook niet goed.